winter. En jij gaat vertellen over hoe het is vanuit jouw perspectief als professional. Ja, Wannes van der Velde, daar ben ik naar vernoemd overigens, maar de naam is Wannes van der Grinten. Werkzaam bij gemeente Tilburg op dit moment als senior medewerker bij afdeling werk en inkomen op het gebied van klantregie. Eigenlijk een product en, op basis van het beleidskader wat is opgemaakt mede naar aanleiding van de inkomsten van het, de uitkomsten van het vertrouwensexperiment. Ik ben vandaag hier ben ik gevraagd om te praten over mijn ervaringen als coach bij het vertrouwensexperiment. Dat was ik namelijk. En ik wil jullie meenemen in wat het vertrouwensexperiment voor mij als professional heeft gedaan. Wat ik heb bemerkt, opgemerkt in de begeleiding van mijn deelnemers. Ik kijk naar een van mijn favoriete deelnemers. De meest favoriete deelnemers, sorry. Ja. En ik zal ook wat vertellen over, over mijn overtuigingen met betrekking tot vertrouwen. En dat is eigenlijk gegroeid tijdens het vertrouwensexperiment. En wellicht overtuig ik u. Introductie. Dat was mijn introductie. Even kijken, dit is voor mij ook even schakelen. Goed, zoals ik al zei, ik ben coach geweest bij het vertrouwensexperiment. In de treatment, zo heet dat onderzoekstechnisch, in de groep intensieve begeleiding. En dat hield in dat ik de deelnemers minimaal 6 keer per jaar zag. Ik heb wel eens gehoord, is dat dan zo intensief? Maar goed, dat was niet gelijkmatig verdeeld en gekeken naar behoeften. En vaak was het meer. Ten opzichte van de groep van eigen regie had ik een outreachende, proactieve manier van begeleiden. Wat betekent dat ik waarbij eigen regie onderzocht werd, hoeveel mensen hebben de eigen regie? Wat doet vrijheid als je mensen vrijheid geeft met die mensen die eigen regie hebben? En als ze het niet hebben, hoe breng je ze eigen regie bij? Dat was bij mij geen sprake van. In mijn groep zat ook geen financiële prikkel. Loop je op een gegeven moment tegen het gegeven aan dat je voor de eerste keer mensen uitnodigt. Het heeft wel in de brief gestaan, maar mensen lezen niet altijd goed. En was ik aan het uitleggen en dan vertelde ik over. Je weet dat er in sommige groepen de financiële prikkel zit. Helaas in uw groep niet. En dat deed altijd wel iets met mensen. En dan merkte ik ook dat is soms de reden geweest voor mensen om wel of niet in te schrijven. En logisch zijn natuurlijk. En uiteindelijk heb ik gemerkt dat in mijn begeleiding eigenlijk weinig afhakers opleverde. Dus het goede gesprek is gevoerd. Wat ik belangrijk vind om te vertellen is mijn een stukje voorgeschiedenis voor het vertrouwensexperiment. Ik heb ooit in een reflectie op mijn tijd bij het vertrouwensexperiment geschreven over een voor en een na, zoals je dat wel eens doet bij voor je huwelijk, na je huwelijk, voor je kinderen, na je kinderen. Voor mij, professioneel gezien, voor het vertrouwensexperiment en na het vertrouwensexperiment. Voor het vertrouwensexperiment ben ik 10 jaar, inmiddels een ervaren rotter, 10 jaar werkzaam geweest bij verschillende werk en inkomens. Gemeente Rotterdam, gemeente Breda, noem maar op, nog een paar. Vanaf het begin af aan zoekende geweest. Ik ben werkzaam geweest als inkomensconsulent op rechtmatigheid, als participatiecoach of als reintegratiecoach bij doelmatigheid. Maar ergens heeft er altijd iets geknaagd. En misschien was ik te jong of nog niet volwassen genoeg professioneel gezien, maar ik kon mijn vinger er niet echt op leggen. Ik weet inmiddels wel wat het is en de vacature die ik zag voor het vertrouwensexperiment, en daarom is het een doelbewuste sollicitatie geweest, die vertaalde dat eigenlijk voor mij. Ik ben van nature iemand die vertrouwt. Dat zijn veel mensen overigens, denk ik. En de participatiewet en ook daarvoor de wet werk en bijstand is toch eigenlijk gericht op beheersing van risico en daarmee eigenlijk vertaald een stukje wantrouwen. En dat deed iets met mij als professional. Ik raakte een soort conflict als ik dan in gesprek was met de doelgroep, hè, waar je het gesprek mee moet voeren. De vacature kwam. Het was dus tijd voor verandering voor mij. En ik zag de vacature, iemand stuurde die op. Ik zat niet lekker helemaal in mijn werk, maar het was wat ver weg.
Dus iemand uit mijn netwerk stuurde de vacature van het vertrouwensexperiment op. Even kijken. Ja, en daar staat in, en dat sprak mij wel aan, en dat sloot aan eigenlijk bij mijn natuur. Minder regels, meer keuzevrijheid, meer persoonlijke aandacht. En ja, ik had een missie. Ik heb gesolliciteerd. Vastberaden, overtuigend, want ik ben uiteindelijk aangenomen. En toen begon het voor mij. Mijn eerste contact met Jos Mevis was al bijzonder. Onze leidinggevende bij het vertrouwensexperiment, projectleider. Bijzondere man, veel aan te danken. Alvast een dankwoordje, Jos, maar die ontmoet ik toen. En toen is het voor mij begonnen. En het is voor mij echt een, ja, hoe zeg je dat, een excursie geweest. Een beleving, een reis voor veel mensen. En het heeft mij echt mijn persoonlijke missie en daarmee ook mijn werkplezier en drive meegegeven. Roerige start. En daarmee bedoel ik 1 november 2017 ben ik begonnen. Het was het alle hens aan dek. Ruud weet dat nog wel, denk ik. Want er waren te weinig deelnemers. Te weinig, omdat je een bepaald aantal deelnemers nodig hebt. Kijk gewoon even naar Ruud, om valide uitkomsten te destilleren uit een onderzoek. Nou ja, dat was even schrikken, want je komt ergens binnen en dan is eigenlijk de vraag, kan dit doorgaan op deze manier? Nee, er moet iets gebeuren. Dus we hebben de koppen bij elkaar gestoken, dus we hebben nagedacht, wat gebeurt hier nou? Eerst een analyse gemaakt. En toen kwamen we eigenlijk tot een, ja, was toen nog een aanname, maar eigenlijk een goede conclusie, denk ik. We hebben mensen op een afstandelijke manier benaderd vanuit een systeem, en dat was ook even de aanname nog, dat men wantrouwt. We hebben per post gestuurd. We kregen weinig reacties op. Wat moet je dan doen? Dachten wij, we moeten persoonlijk contact als sleutel gebruiken. We moeten gaan bellen. Ik ben geen telefonist van de beroep, maar we hebben allemaal ons hart ons best gedaan en zaten echt een paar keien bij in het bellen en in het overtuigen. Na 3 weken hadden we dus voldoende aantal deelnemers en kon het doorgaan. En dat is eigenlijk het eerste wat ik op heb gemerkt in mijn werkzaamheid. Persoonlijk contact werkt. Hoe zit ik in mijn tijd? Iets van vijf minuten zeker. Vijf minuten? Ja, okay. Je hebt nog 5 minuten. Dus. Ja, oké, dan moet ik misschien wat doorpraten. Iets langer. Oké. Even kijken. Ja, oh ja. Nou ja, goed, dus het was een roerige start, maar dat bracht wel gelijk dynamiek met zich mee. En de werklus en het team, er ontstaat gelijk een team. Je moet samen knokken voor waar je voor staat. En waar je voor staat is eigenlijk dat het experiment ten eerste moet doorgaan. Hè? En uiteindelijk is dat doorgegaan. Maar goed, dan start het. 1 januari 2018, uiteindelijk met een iets wat vertraging zijn we gestart. En dan begin je. En wat ik eerder al vertelde, er zijn minder kaders. Hè. Er is meer keuzevrijheid, minder verplichtingen, minder kaders. Zo kregen wij eigenlijk ook weinig kaders mee. Ga maar in gesprek met mensen. Dat deden we, maar wat doe je dan? Je doet wat je denkt dat je moet doen en je put uit je ervaring. Dus in de eerste gesprekken ben ik voortvarend te werk gegaan, heb ik vragen gesteld, heb ik het experiment uitgelegd, de context uitgelegd. Dat is wel belangrijk, hè, voor deelnemers ook om te weten. Ben ik voortvarend pragmatisch aan de slag gegaan. Dat was ik gewend. Wat zijn je doelen? Waar wil je naartoe? Wat spreken we af voor de volgende keer? Wat doe jij? Wat doe ik? En we zien elkaar volgende keer en dan gaan we ervoor. En dat lukt natuurlijk niet bij iedereen op die manier. Maar goed, dat was wel een beetje de insteek. Dat was wat ik kende, dat is wat ik deed. En na een paar weken vroeg Jos Mevis, de projectleider, laat ze een paar dingen lezen. Een paar rapportages lezen, sorry. En in die rapportages, daar straalde die pragmatische gedrevenheid van mij, zo noem ik het zelf altijd, die straalde daarvan af. En eigenlijk wat hij zei is, dat is niet wat ik wil zien. Ken je die mensen nu? Toen dacht ik, natuurlijk ken ik ze. Ik heb toch met ze gepraat. Nee, maar ken je ze? Weet je wat hun drijft? Et cetera. En toen dacht ik, nee,
Nee, dat weet ik niet. En dat is ook wat ik ervaren heb om mensen te leren kennen, om echt, als je mensen open benadert, en je wil weten wat drijft iemand, want dat is een belangrijk gegeven, dat moet je weten namelijk als begeleider, voordat je met iemand kan werken. Dan moet je luisteren, je moet contact maken, je moet open vragen stellen, je moet tijd nemen om elkaar te leren kennen. Dat plan van aanpak kan werken, hoeft voor mij niet in alle gevallen, maar dat kan werken, maar dat doe je op een later moment. Dus dat was de eerste professionele soort metamorfose die ontstond toen, achteruit zitten. Trust the process werd vaak gezegd. En dat is eigenlijk vertrouw op het proces van het contact, van het vertrouwen. Even kijken. Ja, mijn ervaringen met betrekking tot de begeleiding van de deelnemers. Ruud heeft er al iets over gezegd. De doelgroep was divers. Zaten mensen met een, wat wij noemen, een korte afstand tot de arbeidsmarkt in, een lange afstand tot de arbeidsmarkt, maar voornamelijk wel wat langere afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met, natuurlijk, een verleden, een rugzakje met elementen in hun leven waardoor werk niet altijd evident is. Maar er zat ook een verloop in, en dat wilde ik ook even duiden, want de mensen die met een korte afstand tot de arbeidsmarkt en die door ons werden begeleid met maatwerk, die stromen ook sneller uit. Daar hoef je minder tijd aan te besteden. Die zijn over het algemeen zelfredzamer. En die stroomt uit. Dus op een gegeven moment hou je een groep over die wat moeilijker naar de arbeidsmarkt te bewegen is. Maar niet, vind ik, moeilijk te bewegen. Want wat ik heb geconstateerd, dat wist ik daarvoor al. En dat zit gewoon in mijn natuur, vertrouwen. Mensen willen iets. Iedereen wil iets of doet iets. En wat ik wel merkte is dat niet iedereen, dat ik niet iedereen in beweging kreeg. Sommige mensen deden al wat en dat was prima. Je bent gelukkig, prima. Je doet vrijwilligerswerk of je bent gewoon gelukkig. En eigenlijk is dat prima. Sommige mensen kon je niet bereiken en die kreeg je niet in beweging. Dat is frustrerend. En in een enkel geval, natuurlijk, en dat is zo, en ik ben ook een mens, gebeurde er iets in je onderbuik. Maar dat kan ook in een persoonlijke klik zitten. Maar dan, ja, dan deed het iets met vertrouwen. Je wil niet, waarom wil je nou niet? En je doet zo je best. Maar goed, ook dat vraagt vertrouwen op het proces. Een persoonlijke worsteling in het tweede deel van het experiment heeft te maken met die 6 contactmomenten per jaar. Op een gegeven moment heb je iemand wel gezien. En iemand die eigenlijk is waar die is. En dat is prima voor de organisatie, voor de maatschappij. Maar voornamelijk voor de deelnemer zelf. Als je die 6 keer per jaar nog moet zien, en dan vooral in het tweede jaar, en dat heb ik ook wel eens tegen Ruud gezegd, dat vergt er wel iets voor mij. Want wat vertel je dan in zo'n gesprek? Wat doe je dan? Nou, dat vloog ook wel iets wat pragmatisch aan door gewoon het gesprek kort te houden. Maar goed, dat is wel wat ik merkte. Mijn overtuiging, waarom vertrouwen? Vertrouwen is normaal. Vertrouwen is natuurlijk. En ik denk als mens, je basishouding is vertrouwen. En dan is het eigenlijk gek en werkt het volgens mij contraproductief als je vanuit een organisatie communiceert op basis van wantrouwen. En daarmee bedoel ik op een moment dat het misschien nog niet nodig is, verplichtingen naar voren schuiven in communicatiemiddelen. Zoals bijvoorbeeld als u niet verschijnt op uw afspraken, dan kan dat gevolg hebben voor uw uitging. Dat doet in ieder geval iets met mensen. Als je vertrouwt, en dat heb ik gemerkt in mijn begeleiding, dan word je vertrouwd. Ik was de gemeente. Ik ben nog steeds de gemeente, maar ook als coach van het vertrouwensexperiment was ik zeker de gemeente. Ik was het gezicht, weliswaar voor het vertrouwensexperiment. Maar goed, in die zin was het geen experiment, want wat ik deed was echt, en dat is mijn natuurlijke grondhouding. En dan word je vertrouwd. En wat gebeurt als je wordt vertrouwd en je vertrouwt elkaar allebei, dan heb je echt contact. Dan laat iemand zich zien, dan vertelt iemand wat hem of haar drijft. En daar kan je aan werken, als je dat weet. Dat zijn knoppen waar je aan kunt draaien, zoals Roland wel eens tegen mij heeft verteld. Tot slot, ik ben er trots op. Ik ben nu werkzaam als senior medewerker bij Werk in Inkomen. Ik sla 1 over, denk ik. Ik sla John over. Ja. Oh, en wat is er nodig? Ja, even kijken, maar niet hier. Voorbeeld John. Ja, als ik krap in tijd zit, dan sla ik deze over. Is dat handig?
5 minuten in totaal. Ja, ik ga hem inkorten. Ja, John heet geen John overigens, maar dat is uit privacyoverwegingen. En hij had wel een specifieke naam, heb ik dat maar veranderd. John is een deelnemer van mij. Ik wil dat als voorbeeld geven wat vertrouwen kan doen. Ik moet me even focussen om dat kort te houden. Zwaar verslaafd aan de crack cocaïne. Totaal geen vertrouwen in de overheid. En daardoor hebben wij als overheid ook geen grip op mensen zoals John. John had zich ingeschreven voor het vertrouwensexperiment. God weet waarom, hoe zeg je dat? Ik wist het eigenlijk niet, maar hij was wel eens geïnteresseerd. En we hadden een heel goed eerste gesprek. Hij was zwaar verslaafd. En na het eerste gesprek dacht ik, nou, die gaat niet meer komen. Maar hij is elke afspraak is hij verschenen. Soms 5 minuten, soms 10 minuten, soms stoned, soms niet stoned. Maar hij kwam wel. Ik ben heel voorzichtig geweest om met hem de pragmatische kant op te gaan. Om doelen te stellen. Maar gewoon, want dat moet je aanvoelen. En dat voel je wel aan als begeleider. Maar één doel voor hem kwam langzaam naar voren. En dat wil ik duiden door. Hij kwam op een gegeven moment op een afspraak. Hij zei, mijn maat staat buiten. En die ga ik naar een afkikkliniek brengen. Maar ik wilde nog... toen zei ik, je had mij wel af kunnen zeggen. Ik bedoel, daar ben ik niet zo moeilijk in. En toen zei hij, nee, maar ik wilde nog even bij jou komen. En toen dacht ik, hey, daar zit iets in. En toen heb ik hem bevraagd. Wil je hier werk van gaan maken? Want als je dat doet, ik sta naast je... Ik steun je en daar gaan we ervoor. Maar hey, de keuze is aan jou. Ja, nog niet, spannend, et cetera. Ik ga hem inkorten, maar het is een heel mooi verhaal. Misschien kan ik hem later nog een keer delen. Uiteindelijk is hij, waar het bij mij in zit, hij is blijven komen. Iemand waar we eigenlijk geen grip op hebben. Door een open benadering, door niet te oordelen. Uiteindelijk is John via een omweg en via nog het mooie verhaal, is die inmiddels afgekikt. En ik ben niet te ijdel om alles om mezelf te pinnen, vooral niet. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de manier van benadering daarbij geholpen heeft. En John vertelt dat zelf ook namelijk. Ik heb hem naderhand nog een keer gezien. Voor coronatijd, en toen kwam er een warme knuffel. Dat was een beetje een gekke situatie, maar goed, daar heb ik me aan overgegeven. En dat is eigenlijk ook wel mooi. Wat is er nodig van de organisatie? Vertrouwen vraagt iets van de organisatie. En dat is eigenlijk faciliteerde uitvoering. Ze lijken heel simpel, maar het is in werkelijkheid moeilijk. Zeker als je moet veranderen. Maar geef professionals tijd, geef ze ruimte en geef ze vertrouwen. En wat vertrouwen dan is, daar moet je goed over nadenken. Maar geef ze vertrouwen, want dat nemen ze mee in de begeleiding. Maar daarnaast, en als je het al als instrument ziet, vertrouwen, dan faciliteer, en dan kijk ik naar Roland, maar faciliteer de uitvoering met een goed onderbouwde methodiek. In Tilburg werken we samen met een bureau. En hebben we de TIP-methode van Tilburg Investeert in Perspectief ontworpen. Doe dat, want je hebt mensen, als je vertrouwen hebt, heb je het vacuüm gecreëerd om mensen in beweging te krijgen. Als je dat dan ook nog op een professionele, redelijk uniforme manier doet, dan ga je successen halen. En dat heb ik in mijn stukje geschreven. Dan is het nog maar de vraag hoe hard graniet is, hè? Het granietenbestand. Tot slot. Het is tijd voor verandering. En die verandering is op verschillende plekken in heel de wereld, Ruud, al ingezet. Ik ben trots op om daar onderdeel van uit te maken en die missie te delen. Ik ben er trots op Tilburg, echt waar. Het is een grote verandering, een lastige verandering, maar we zijn ermee bezig. En ik ben kritisch op het systeem. En ik zie in dat systeem heel veel mensen keihard met hart en ziel en zaligheid werken. Dus ik heb nooit kritiek gehad op mensen die dat in dat systeem uitvoeren. Maar dat systeem heeft onherroepelijk impact op hoe je je werk kan en moet uitvoeren. Dat was tot slot. Oké. Mag jij die even schoonmaken? Dankjewel, Wannes, voor dit mooie verhaal. Jouw persoonlijke verhaal ook, jouw persoonlijke groei. Er wordt ook in de chat gezegd, mooi verhaal, mooi om jouw persoonlijke groei te zien in het experiment.